Hallo allemaal, welkom terug op het YouTube kanaal van Crypto Benelux. Mijn naam is Sjoerd en ik ga vandaag met jullie weer de chart van Bitcoin beetpakken. Waarom Bitcoin? Wederom omdat hij op een level zit dat nu heel belangrijk is. Afgelopen dagen is hij weer lekker omhoog gestegen. Je ziet wat relief op de altcoins en je ziet ook weer de hype ontstaan dat de altcoins mogelijk weer omhoog gaan. En weer flinke gains gaan maken. Daarbij wil ik zeggen, pas daarop. Bitcoin zit nu op een level waar wat heel belangrijk is om op te gaan letten. En daar ga ik met jullie dus nu naar kijken. Daarnaast ga ik dan ook nog even een paar altcoins beetpakken om te laten zien waar je dan op moet gaan letten. Mocht Bitcoin zijn weerstand wel breken en doorgaan, of mocht hij niet breken en doorzakken. Natuurlijk is deze video geen financieel advies en enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. En ook gaan we nog even naar een sponsorberichtje van onze vaste sponsor. En dan zie ik jullie daarna graag terug met de chart van Bitcoin. Tot zo. This video is sponsored by Probit Global. Mocht je interesse hebben om op Probit te gaan traden, dan kan je probit.com bezoeken. En dan kom je hier op de homepage terecht. Ja, Probit is een top 20 exchange waarbij je meer dan 500 trading pairs kan traden. Nou, ik heb de chart van Bitcoin op de daggrafiek voor me gepakt. Wat ik net al in de introductie zei is, pas op met wat op het moment aan het gebeuren is. Het is heel belangrijk om nu goed de Bitcoin chart in de gaten te gaan houden. En naar de support en weerstand levels te kijken van Bitcoin om te bepalen of je altcoins kan gaan traden. Nou, waarom zeg ik dit? Ik heb vanmorgen even wat nieuws gescreend. En ik kom alweer heel veel berichten tegen van bullish signalen van die munt, bullish signalen van die munt, we gaan weer terug omhoog. Nou, daarom wil ik dus zeggen, pas daarop. En dat is ook de reden waarom ik nu deze video even beetpak op de Bitcoin chart van de daggrafiek. En ook hier voor me heb gehaald het punt waar ik eigenlijk de aandacht op wil leggen. En dat is dit level rond $32.000. We hebben niet de break naar onder gehad. We hebben de bounce gehad op die 28.850 zo ongeveer. En zijn in 2 dagen tijd die $32.000 gaan bereiken. Nou, we hebben wat altcoins gezien die daardoor mooie pumps hebben gemaakt van 20, 40, 50%. Dat is heel mooi als je die hebt mee kunnen pakken. Maar er is geen garantie dat wij nu doorgaan. Wat ik nu zie op de charts is op dit moment dus een eerste signaal van een candlepatroon die een correctie gaat beginnen. Dus we hebben een sterke candle omhoog. Een onbesliste candle en daarna nu begint alweer een candle te gaan naar beneden. Dus hier lijkt het dat er een reverse gaat plaatsvinden. Ook op de RSI kan ik dat ook wel redelijk terugzien. Je ziet wel, hij heeft een mooie opgaande trend gemaakt naar boven. Maar hij lijkt hier zijn injection rond de 50 RSI te gaan krijgen en dus ook niet de overhand naar de bulls te gaan maken. Je ziet de snelle fanout RSI wel omhoog komen. Het is mogelijk dat hij nog een klein bounce maakt. Maar ik verwacht eigenlijk dat hij hem gewoon weer terug gaat zakken. En dat we hier, dat hier eigenlijk de grote investeerders liquiditeit hebben gevuld voor de short, zeg maar. Want uiteindelijk is de laatste top is hier geweest. Dat zit rond de 31.330. En daar is hij nu overheen. Nou, je ziet dat hij heeft een bounce opgemaakt, is hij weggegaan. Dus als je dit inzoomt, zijn er best wel mensen die op deze high leuke trades hebben kunnen maken, naar boven zijn gegaan en eigenlijk rond het volgende weerstandlevel alweer hebben verkocht. En ja, dat zie ik eigenlijk ook wel terug nu in de chart, dat wij die kant nu dus ook op aan het bewegen zijn en weer naar beneden gaan. Eventjes een klein inzoom. Kijk, je ziet hier, hij is gebroken, dit level heeft hij hier gebroken, die 31.330 naar boven gegaan, heeft hem even getest en weer door. Nou, dit is voor een... Voor de scalp traders zijn hier wat leuke trades geweest. Maar verder lijkt het er op dit moment uit te zien dat hij weer verder naar beneden gaat zakken. Ook op de 4 uur zie je de 200 EMA meespelen als weerstand. Het volume is eventjes hier een candle geweest boven met dan hier 2 en die zakt eigenlijk ook weer terug. En ook hier zie je dat de RSI alweer onder de 12 EMA aan het sluiten is. Langzaam zeker. De boelzone uit aan het vallen is. Dus op de 4 uur grafiek zie je eigenlijk ook al wat signalen dat wij wat bearish gaan draaien. Of in ieder geval dat we een correctie gaan krijgen. Bearish zegt nog niks natuurlijk, maar dat we een correctie gaan krijgen. Nou, die correctie kan heel goed mogelijk enkel terugzakken tot die
30.444. Dus dat zijn de highs die hier zijn geweest. Dus deze weerstand die support is gemaakt. Kijk, die is hier gebroken. Support gemaakt, waarna die echt wel enorm hard is weggeschoten na zijn volgende weerstand en supportlijn. Dus die is wel, ja, daar is hij gewoon heel heftig op gereageerd. Waar veel mensen die hierop in hebben gestapt en gelijk door zijn geschoten. Dus ik verwacht eigenlijk het eerste level waar we in deze correctie die ik zie terug gaan treden naar de 30.444. Ik zal hem even bijzetten. Dus dat is eigenlijk het level. De 30.444 is eigenlijk het level waar ik van verwacht dat wij nu naar terug gaan treden. En dan hoop ik, als ik graag een bullish vervolg wil gaan zien, dat we hem daarop houden en dat we niet verder terugzakken. Als hij dat level wel weer gaat breken, dus de support houdt niet en hij zakt er doorheen, dan, ja, dan is die 18.850 weer aan de beurt. En dan zie ik er eigenlijk zwaar in voor de Bitcoin. Dan denk ik dat we het scenario wat ik eigenlijk vorige week heb geschetst, dat we toch verder naar beneden gaan richting die 26.000 en 24.000 regio. Dat we dan daar toch, ja, toch naartoe gaan treden. Want je ziet een aantal keer getest. Als hij daar nu weer op terug gaat komen, denk ik dat er veel minder interesse is om te buyen, om te kopen. En dat we dan nog wel wat verder kunnen gaan zakken. Dat is hoe ik het nou zie eigenlijk. Je ziet ook hier over het geheel dat het volume eigenlijk ook alweer afneemt. In het, vanaf hier naar daar, dat het eigenlijk steeds minder wordt. Dus de buy interest is niet zo hoog als je hier zou doen suggereren door die harde rejection hier. Dus dat is eigenlijk even wat ik op de Bitcoin chart wilde laten zien. Om ja, jullie enigszins een beetje te waarschuwen over de mogelijke hype. Dat iedereen de altcoins alweer naar boven aan het hypen is. Dus let daar even mee op. Nou ja, een van de munten die interessant was, die genoemd werd, was Solana. Nou ja, hou dit in je achterhoofd. Deze levels zijn heel belangrijk, hè? Dus die $32.000 en die $30.444. Correctie hierna terug en hij houdt hem en hij gaat naar boven. Dus dit scenario en hij komt terug naar boven en hij gaat die breken. 201 EMA en 32.000. Dan kan je wel weer een mooie relief gaan zien en dan verwacht ik nog wel dat we weer wat terug omhoog gaan. Als je dit niet gaat doen, als je deze 30.440 niet gaat houden, ga dan alsjeblieft niet op altcoins treden. Wacht tot de Bitcoin zich weer ergens nestelt, een ergens support gaat vinden en ga dan pas weer kijken wat je met altcoins kan doen. Als jij ze spot treedt en naar boven wilt treden. Tuurlijk kan je voor shorts kijken, want ook dan moet je op de Bitcoin koers letten. Maar dan is het minder belangrijk welke kant die op gaat. Voor spot traders moet je echt wachten tot er een goede support is gevonden. Nou, er is nu geen support gevonden, er is nu weerstand gevonden. Dus ga geen altcoins traden op spot op dit moment. Nou, wat ik voorbij zag komen, een voorbeeld, is Solana op de daggrafiek. Nou, er wordt al heel netjes een bullish divergence aangegeven natuurlijk. Nou, die zie je ook hier terugkomen. Bullish divergence doe je op de candles, hè. De candle closes, niet op de Wix. Een RSI rekent op de candle close. Dus dan zie je hier inderdaad dat hier een bullish divergent is gemaakt. Heel interessant. En je ziet ook direct aan die bullish divergent al een goede beweging omhoog. En naar mijn ogen is die dus dan ook al uitgespeeld. Punt. Kijk, een beweging omhoog op een bullish divergent van 17,5% is al best aanzienlijk tegen een weerstandslijn aan. In mijn ogen is dan de eerste, de bullish divergence die hier is gemaakt, is nu al uitgespeeld. Hij maakt hier weer een lower low en een lower high. Dus naar mijn ogen gaan we gewoon nog verder omlaag. Dus helemaal nog geen signalen om bullish te zijn. Nog helemaal geen signalen om terug naar boven te gaan treden. Tuurlijk heeft hij een mooie bounce gehad, heeft hij een mooie beweging omhoog gemaakt. Maar we zijn er gewoon nog niet. Die Bitcoin moet eerst dat level gaan breken. En je ziet ook hier dat mocht Solana hem... hier die heeft het weerstand verloren. Hieronder zie je eigenlijk gewoon een heel groot gat. Een echte sterke support zit hier pas weer rond de $25. Dus naar boven kijken heeft nog niet zoveel zin, omdat het risico dat je naar beneden zakt en heel veel en heel hard naar beneden zakt is wel heel groot. Nou, de VPVR heeft erbij. Ik heb hem niet voorbereid. Ik kijk wat hij doet. Nou, je ziet dus dat hier wel wat sterke volume nog bij zit. Ik zal hem even een beetje anders zoomen. Dan kan je hem iets beter zien. Nou, je ziet hier op dit moment dat hier nog wel veel volume zit vanuit dit scenario. Dus dat hij hier in één keer doorheen zakt is niet waarschijnlijk.
Ja, maar het support zit hem wel hier onderin. Dus het support zit hier rond de $25. Is een sterk support op het daily level. Als je op de 4 uur levels gaat kijken, dan zal er een support zitten rond de 36 en rond de 42. Nou, die 42 die hebben we al gehad, dat is deze. Daar heeft hij op gebounced uit terug. Dus dan zal de eerste lokale kortere timeframe support zal rond de $36 zitten. En de volgende chart die ik er even bij gepakt is BNB. En daar zien we eigenlijk hetzelfde verhaal. En BNB is door een support heen gezakt. Is op een ander support geland en is daarna naar boven getreden. Wat ik ook al in mijn video aangaf is dat ik verwacht dat hij hier doorheen gaat dippen en terug. Heeft hij nog niet gedaan. Hij is hem nu naar zijn hogere support van de $350 aan het treden. En wat ik nog steeds verwacht, je ziet nu hier weer eigenlijk al wat afnemende interesse. Er wordt alweer een lower high gezet. Ik verwacht hem eigenlijk dat we hem gewoon terug gaan treden naar $260. Het is allemaal afhankelijk van wat de Bitcoin doet rond de 92.000. Maar wat mijn verwachting is dat hij dus terugzakt. En dan gaan die altcoins ook terugzakken. En op het moment zakken ze eigenlijk veel harder naar beneden als dat een Bitcoin doet. De Bitcoin 2%, dan gaan die altcoins 20%. Mijn verwachting is eigenlijk dat die nog verder omlaag gaan. Dus ook voor BNB in mijn ogen nog geen moment om eraan te treden. Dan had ik er nog eentje. Avalanche die ik voorbij zag komen. Daar zien we eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje gebeuren als met Solana. Je ziet, hij is een support level heel hard erin gebroken. Pakt eigenlijk hier een test op een support. Nog een keer een test op een support met een bullish divergent. Hier is hij al wel geplot. Een bullish divergent. Maar vervolgens heeft hij zijn sprong al gehad op die divergent. Dus het is niet zo dat die divergent nog moet uitwerken. Die is al klaar. Een 29% gain op een divergent. Nou, dus als je die divergent kan traden, heel mooi. Maar op dit moment zijn die al klaar, uitgespeeld. Die doen niks meer. Dus wat we nu zien ook, is ook wederom weer een lower high tegen deze lokale weerstand aan. Want als je het gewoon heel simpel bekijkt, is de onderkant hier, is het allemaal witjes hier zo, is de onderkant is gewoon de weerstand. Is die tegen aangebouwd en zakt die dus. Die support die ze hier hadden, is weerstand geworden en we gaan verder naar beneden. Ook hier verwacht ik dus weer dat wij die $25 niet gaan houden en wat verder terug gaan zakken. Nou, het eerste level wat ik zie waar we terug kunnen zakken is hier ongeveer. Die zit rond de 21. Nou, je ziet ook alweer, die heeft hier alweer getest. Eigenlijk hetzelfde bij Solana, heeft zijn level lager al getest. Met een bullish divergence is daarop, is die, heeft hij bewogen met een flinke gain. En vervolgens een lower high aan het maken. Ja, met een lower high is er nog geen momentum draaiing dat wij terug naar boven gaan. Dus in mijn ogen is er nog, nog geen zin om met spot op longs te gaan treden. Dus wacht echt tot er een mooie support maakt. Komt hier een dubbele bodem rond die $21, ga je hier de RSI winst zien maken of EMA zien draaien. Nou ja, waar je ook op treedt of hoe je ook treedt, ga daarop uit. Ga zorgen dat je meerdere signaal hebt die jouw kant op staan, waardoor je een goede case kan bouwen van oké, nou, mijn waarschijnlijkheid is nu goed genoeg dat we hier een bodem hebben gevonden dat we mogen gaan. Nou, die case is er nu nog niet, want er zijn amper signalen om te zien. Er is één bullish divergent op het support. Dat is het enige signaal wat je ziet waar je kan zeggen van, gaan naar boven treden. Maar die is al geweest voor zowel Solana als voor Avalanche en voor andere munten die waar het bij is geweest, zijn die allemaal al voorbij. Dus pas alsjeblieft op met spot traden op altcoins op dit moment. Nou, beste kijkers, dit was het dus weer voor onze update. En ja, een stukje educatie over het traden van de altcoins met de Bitcoin. Ja, ik hoop dat jullie dit een interessante video hebben gevonden. En dat jullie weer informatie uit hebben gehad die bruikbaar is voor jullie. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken en luisteren. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.